Ik heb de zware griep gehad. En niet zomaar zware griep. Nee, echt heel erg beroerd. Hoofdpijn, achterhoofd doet zeer, oogkassen doen zeer, keelpijn, spierpijn, koortsig, snotterig. Echt algehele malaise. Ik weet wel hoe het gekomen is. We hadden een heel gezellig familiefeestje 2 dagen daarvoor. En wat schetst mijn verbazing, meerdere familieleden meldden mij dat ze zich heel erg grieperig voelden. Ik kon me daar dus bij aansluiten. Nou, ik moest natuurlijk thuis blijven. En ik was een beetje eigenwijs, want na 2 dagen ging ik weer werken. Dat is me niet goed bevallen. Dus mensen, als je griep hebt, zie ik het gewoon goed uit. Elke winter krijgt 1 op de 10 mensen griep. De griepprik kan ervoor zorgen dat u geen griep krijgt. Die bescherming is vooral handig als u extra ziek kunt worden van de griep, omdat u bijvoorbeeld een hart- of longziekte heeft, of diabetes, of omdat u al wat ouder bent. De griepprik kan dan bijvoorbeeld voorkomen dat u een ernstige longontsteking krijgt. De griepprik is ook belangrijk voor alle zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare patiënten niet kunnen besmetten. U kunt de griepprik tussen eind oktober en eind november halen bij uw huisarts. De prik beschermt u niet meteen, maar na 2 weken. Bijna iedereen kan de griepprik nemen, behalve bijvoorbeeld als u allergisch bent voor kippeneiwit of voor de antibiotica neomycine of gentamicine. In de griepprik zitten kleine stukjes van verschillende soorten dode griepvirussen. Die stukjes zijn onschadelijk. Ze zorgen ervoor dat uw lichaam afweerstoffen gaat maken tegen de verschillende griepvirussen. De griepprik beschermt ongeveer 1/2 jaar. Griepvirussen veranderen regelmatig. Daarom is het ook belangrijk om elk jaar een nieuwe griepprik te halen. Zo kan uw lichaam elk jaar afweerstoffen tegen de nieuwe griepvirussen maken. Deskundigen voorspellen welke griepvirussen de komende winter waarschijnlijk naar ons land komen. In de griepprik zitten de kleine stukjes dood griepvirus die daarbij passen. Soms komen er andere griepvirussen dan voorspeld naar Nederland. Ja, dan werkt de griepprik niet of minder goed. Meestal klopt de voorspelling wel en dan helpt de griepprik prima. De griepprik beschermt u alleen tegen griepvirussen, niet tegen verkoudheidsvirussen. U kunt dus gewoon verkouden of grieperig worden, terwijl u wel de griepprik heeft gehad. Maar de kans op echte griep is heel klein. U kunt na de griepprik een dag een gevoelige arm hebben. De plaats van de prik op uw arm kan pijnlijk, rood of dik worden. U kunt zich na de griepprik ook een paar dagen wat gammel voelen. Dit is geen griep. U kunt van de griepprik zelf geen griep krijgen. Haal die griepinjectie. Dat heb ik niet gedaan. Nou, dan moet je op de blaren zitten. Maar ik voel me nu weer helemaal prima.